Met het doel de hongersnood van vooral kinderen te minimaliseren, heeft de Lions Club Paramaribo South vandaag het Feeding the Hungry project uitgevoerd op de Hetty Tindali School te Latour 2. President Sanjay Chuni gaf aan dat de club hiermee zowel de kinderen als de ouders laat zien dat zij zichzelf kunnen voeden. Door plantenkennis te geven en het herkennen van groenten en dergelijke. Ze hebben een trainingssessie gehad van Fernandez, dat bruin brood gezonder is dan wit brood. Dat hebben ze ook te kennen gekregen hoe dat ook samengesteld is en wat voor vitamine erbij zit. De ouders hebben een trainingssessie gehad betreffende het handen wassen en het hygiëne. Dat gaan de kinderen, daar zijn de kinderen nu ook mee bezig. En we gaan hierna gaan we dus in het kort ook aanplant doen. De coördinator van het project Feeding the Hungry 2019 is Robin Forst. Hij geeft aan dat zijn club het project uitvoert op scholen met een hoog verzuim van kinderen. Dit verzuim is vaak te wijten aan het feit dat deze kinderen niet ontbijten. De partner van de Lions Club Paramaribo South, Stichting Stiwewa, heeft onderzoek hiernaar verricht, zegt Forst. Zij zijn de partner in dit project. En zij hebben ons dus die informatie gegeven, de data gegeven, om te weten dat we bij deze school zouden moeten zijn. We hebben toestemming gehad van de directie van de school. En toen zijn we met dit project gestart. En we willen de kinderen niet gewoon wat te eten geven en is afgelopen. We willen en de kinderen en de ouders leren om groenten te herkennen. Om groenten te kunnen telen. En om zodoende zelf te kunnen voorzien in hun onderhoud. Want geld zal niet de oplossing zijn. Meestal ligt het aan tijd dat de ouders niet hebben of onwetendheid. Want misschien onderweg naar school lopen die kinderen langs 10 klaroenbomen, 10 bitaweribomen, maar ze kennen die bomen niet. En dan eten ze misschien rijst met zout. Terwijl voor hetzelfde geld hadden ze gewoon wat klaroen of bitaweri geplukt. En dan hadden ze gezond gegeten. Dus we hebben daarom gekozen ervoor dat er landbouwdeskundigen ons poweren bij dit project. Die dan zorgen voor groenteherkenning, groenteteelt, groentevermeerdering. We hebben een partner gevonden in Fernandez Bakkerij, wat gezond brood betreft, gezond ontbijt betreft. En we hebben een partner gevonden in meneer Stuttgart. Dat heeft te maken met, hij focust meer op hygiëne. Toch? Want moet je nou een manja die aan de boom is, moet je het plukken, vegen aan je trui en dan bijten met je tanden om te schillen? Of moet je het eerst wassen? Moet je het wassen met gewoon water? Moet je het wassen met warm water? Hetzelfde met gomawiri. Uit de goed, moet je het wassen met lauw water met een beetje zout? Of moet je het gewoon met normaal water wassen? Dus al dat soort aspecten worden vandaag aangepakt. En aan het eind van de dag, dan gaan we planten. Robin Forst, coördinator van het project Feeding the Hungry van Lions Club Paramaribo South. De leerlingen van de Hetty Tindali School en hun ouders zijn vandaag geïnformeerd over onder meer het planten van groenten. Forst zegt dat dit project de komende 5 jaar zal worden uitgevoerd. Hij roept de samenleving op een bijdrage te leveren, zodat de Lions Club Paramaribo South dit project kan voortzetten.